De titel van mijn column is Speld. Ik start met een bekentenis. Mijn column van vorige week over de onwenselijkheid van een kuifje straat en andere helden uit dat stripboek was compleet verzonnen. De beschreven discussie in de raad heeft niet plaatsgevonden. Misschien moet ik wel zeggen: nog niet. Want uit de reacties die ik afgelopen week heb gekregen, wordt het niveau van de Nijmeegse raad niet al te hoog ingeschat. Het is me wat. De scheidslijn tussen fake news en waarheid is flinterdun. Dat is weer gebleken. Volgens mij lag het er dik bovenop dat mijn column over kuifje een speldachtig karakter had. Nee, dus, ik zag tweets voorbij komen waarin serieus werd ingegaan op de kwestie. Een andere reactie was: Jammer dat de kuifjestraat niet doorgaat. Ik ben blij dat ik niet in Nijmegen woon, maar in Beuningen. Beuningen of all places. Nog niet zo lang geleden sommeerde de burgemeester daar de raad om eens wat minder te neuzelen. En daar had ze hartstikke gelijk in. Een andere reageerder mailde mij: Mijn vertrouwen in jou als columnist is groot. Mijn vertrouwen in het niveau van de raad niet. Ik ben er daarom van uitgegaan dat zo'n discussie in de Nijmeegse raad mogelijk is. Het feit dat er zo hard getwijfeld wordt. Of jouw kolom waar was of niet, zegt eigenlijk al genoeg. Vol verwachting kijk ik uit naar de raadsvergadering waar de naamgeving Kuifjestraat besproken gaat worden. Ik beloof u daarover geheel naar waarheid te berichten. Maar u moet zich wel realiseren dat de werkelijkheid vaak ongelofelijker is dan de grootste fantasie. Want wie had ooit kunnen bedenken dat de Raad van Wiegen een heel theater moest afhuren om serieus te praten over twee bankjes langs de oevers van de meer? Niemand toch? Dan moet u er ook niet raar van staan te kijken als de Raad van Nijmegen discussieert over het vele alcoholgebruik van kapitein Haddock als bijzonder slecht voorbeeld in het kader van het gemeentelijk alcoholontmoedigingsbeleid. Ik wacht rustig af. Geen speldachtige kolom deze week, maar wel een speld in de hoofdrol. Want het is toch fantastisch wat er tijdens een bijeenkomst van de Landelijke Wethoudersvereniging gebeurde? Er werd een noviteit gepresenteerd die zijn weergaan niet kent. Een man of vrouw met een ambtsketen om is de burgemeester. Dat is voor iedereen wel helder. Maar wie er wethouder is, wordt al een stuk moeilijker. Voor je het weet sta je met de verkeerde persoon een selfie te maken. Om de herkenbaarheid van wethouders als politieke ambtsdrager te vergroten, is daarom op initiatief van de Wethoudersvereniging een herkenningsteken ontwikkeld. Een ambtsteken in de vorm van een speldje waarop een boom en andere attributen te zien zijn. Ze staan symbool voor standvastigheid, aanpakken, stempel op iets drukken, empathie en leiderschap. In die volgorde. In gedachten zie ik sommige wethouders op de badkamer voor de spiegel staan om dit zonder gêne uit het hoofd te leren uitspreken. Wethouder Hecking zou geen moeite hebben gehad met zo'n speld.